Heb jij enig idee wat je eigenlijk aan het doen bent? Als je kijkt naar de Nederlanders die de afgelopen 20 jaar in een grote ronde zo hoog hebben gestaan? Nee, daar ben ik op zich niet zo mee bezig. Ik denk dat het voor een wielrenner heel slecht is om te gaan relativeren en te gaan nadenken over hoe fantastisch het allemaal niet is. Want ja, ik denk dat juist een beetje die tunnelvisie wel belangrijk is in je focus en in je voorbereiding naar een wedstrijd toe. Tenminste, voor mij geldt dat zo. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen zin om daar terug naar te gaan kijken. Dat doe ik. Straks als het seizoen voorbij is, ga ik wel lekker terugkijken en trots zijn op wat ik gepresteerd heb. Maar voel je dat om je heen, dat die sfeer er hangt? Ja, ik krijg heel veel reacties natuurlijk via het fantastische medium Twitter de laatste tijd. En natuurlijk ook via mijn site, via het gastenboek, heel veel leuke dingen. Ja, en dan willen alle media ook nog jou op het eind nog een keer gaan interviewen. Ik bedoel, dat is wel iets lastigs om mee om te gaan dan. Ja, dat is best lastig. Ik moet eerlijk toegeven dat je na de finish, als je daar boven komt, het laatste waar je op dat moment zin in hebt, is gaan uitleggen hoe naar jouw idee de dag verlopen is. Dus je moet die knop dan even omzetten en dat hoort er natuurlijk gewoon bij, want de media is de reden dat ik van wielrennen mijn beroep heb kunnen maken. En daar moet je heel erg dankbaar voor zijn. Dus ja, je moet die knop even omzetten, maar dat is soms best lastig. Ja, de komende etappen zijn eigenlijk overgangsetappes. Wat zijn nog belangrijke dagen? Ah, je moet ze ook niet onderschatten de komende dagen. Ik denk dat de rit naar Avila ook nog een hele lastige rit is, wat er ook kan gebeuren. Normaal gezien is het voor een ontsnapping hoor, maar morgen ook weer zoiets. En ja, dan hebben we Navacerrada nog. De tijd heeft natuurlijk. Dus, ik kijk gewoon van dag tot dag en ik heb geen zin om. Ik heb wel eens etappes gedacht van altijd. Dat is een dagje, dat is een meefietsdagje. En dan kan het gewoon heel erg tegenvallen. En dat wil je niet in een grote ronde. Heb jij nou je zinnen op die ritzegen een beetje laten varen na deze etappes? Ga je nu echt voor dat algemeen klassement of zit dat nog steeds in je achterhoofd van die ritzegen wil ik ook? Ja, dat wil ik nog altijd, maar die kans is natuurlijk nu heel klein aan het worden. Omdat ik, wanneer ik een rit wil winnen, ja, ik heb daar de kansen voor gehad. En dan moet ik het toch bergop moet ik het dan gaan doen. En dat gaat gewoon lastig worden. En natuurlijk, als die kans er is, neem ik hem. Maar ja, het was iets lastiger.